Met op de achtergrond de glijbaan van zwembad De Veldkamp. Dat wil zeggen dat we op de achterkant zijn van het grasveld waar vroeger nog het buitenzwembad was. En vannacht, ik mag wel zeggen, feest gevierd is in een soort van jongens- en meidenkamp. Op de achtergrond de meidentent. Hier links voor ons staat de jongenstent. En voor mij staan Lisanne en Karin van de organisatie. Wat is hier vandaag allemaal gebeurd en waarom sta ik hier? Nou, wij zijn van Drost VZK. We hebben voor de jeugd een volleybalkamp georganiseerd. Eigenlijk spontaan met een aantal meiden het idee geopperd. En dat idee hebben we tot uitvoering gebracht. Dus op een gegeven moment een plan gaan maken. Van, we wilden voor de jeugd gewoon iets belangrijks doen. De jeugd is gewoon heel belangrijk voor de vereniging. Dus we hebben gezegd van nou, we gaan het regelen. Dus ja, toen zijn we vervolgens gaan nadenken hoe we dat moesten doen en waar we dat konden doen. Nou ja, zodoende zijn we dus hier bij het zwembad beland. En daar had het zwembad geen problemen mee? Nee, Henk Kits was heel gemakkelijk. Zag het helemaal zitten, vond het leuk voor de jeugd. En hij opperde zijn eigen terrein op. En we hebben veel gemak gehad van het zwembad. We mochten veel gebruik maken. We zien veel jeugd op het moment een beetje warm trainen voor de kliniek die zometeen gegeven gaat worden. Is dit alle jeugd van VZK? Nee, niet alle jeugd heeft zich vandaag opgemeld. Er was vandaag ook EO Jongerendag. Er zijn er ook een aantal heen. Er zijn er al wat naar huis gegaan en er komen er nog wat. We hebben nog wel wat jeugd zeg maar, die er vandaag niet is, maar het kan altijd meer. Dus jeugd is welkom. Het is het einde van het seizoen vandaag. Afsluiting van 2013, om het zo te zeggen. En we hopen in augustus weer opnieuw van start te gaan. Wie weet, nieuwe jeugd. En nieuwe jeugd kan zich aanmelden op vzk-wezen.nl. Hoe belangrijk is jeugd, Karin, voor VZK, de doorstroming van? Nou ja, zoals je inderdaad al zegt, doorstroming van. We hebben natuurlijk nu een Heren 1 team wat heel goed draait in de competitie. Zelfs kampioen geworden. Ja, en daar moet weer nieuwe aanwas voor komen. En dat stimuleren we met z'n allen. En door dit soort activiteiten stimuleer je het ook bindingsgevoel met elkaar. Je ziet ook jong en oud. Het is echt de kleinste jeugd tot de oudste jeugd. Dus dat is gewoon heel leuk om dat samen te zien. Karin refereert alleen maar naar de Heren 1, maar natuurlijk zijn er ook de dames 1. Uiteraard. Nee, dames 1 absoluut ook. Die hebben zich ook behouden in de competitie. En ja, die aanwas wil je gewoon blijven houden. Dat we gewoon als vereniging kunnen blijven bestaan. En ook op hoog niveau mee kunnen blijven spelen. Oké, tot zover even VZK. Wat is er allemaal gebeurd gisteravond? Sinds gisteravond, jullie staan hier al sinds een uur of zeven uur? Om 5 uur zijn we begonnen. Ja, wij als organisatie hebben donderdag de boel al opgebouwd. En gisteren om 5 uur konden de kinderen zich melden. En zijn we begonnen met de tenten inrichten. Dat was al een hele organisatie, want iedereen wil gezellig bij elkaar. En het moet wel leuk zijn, want wij gaan niet slapen. En daarna hebben we met z'n allen gegeten. Dat is mede mogelijk gemaakt door de Vliegende Indo. Met patat, frikandellen en een kroket. Lekker. Daarna mochten we zwemmen. Dat mocht door Van Henk Kits mochten we er gebruik van maken. Lekker. Ja, dus dat was helemaal leuk. Nou, toen dachten we, ze zijn wel moe, maar dat was dus niet zo. Dus we dachten, dan nog maar even een disco en een bonte avond erachteraan. Dus er werden stukjes opgevoerd en dansjes gedaan. Er is zelfs nog een kampvuur geweest, wat heel gezellig was. Nou ja, er is nog getracht wat te slapen. Hier en daar is het een beetje gelukt. Maar er zijn er een aantal die zelfs op een strandbedje buiten in slaap gevallen zijn. Dus ja, ik denk dat het echt de ingrediënten voor een kamp zijn. Ja. Dat was de temperatuur ook wel een beetje narig gisteravond, toch? Ja, en zeker met de vuurkorf erbij. En iedereen had zich ook wel lekker warm aangekleed. Ja, en als je met z'n allen aan het dansen bent, dan word je vanzelf wel warm. Ja, inderdaad. Nou zie ik op de achtergrond Henk Gootjes lopen, de trainer van Heren 1. Wat doet hij hier? Nou, we hebben voor vandaag een programma met de clinic onder andere, die door Heren 1 eigenlijk voorbereid is. We hebben hem benaderd van, ja, juist ook omdat we zeggen, de jeugd vinden we belangrijk en daar wil Henk graag een bijdrage aan leveren. Dus die gaat zometeen het ochtendprogramma voor de jeugd organiseren. Ja, en dat gaan we op de beachvelden doen, voor veel kinderen niet echt een bekend terrein. Dus dat dachten we, dat is misschien ook wel leuk, dan pakken we dat aspect ook even mee. Ja, heel goed. Die beachvelden die gaan nog gebruikt worden dit jaar, hè? Ja, klopt. Op 13 juli komt er een groot VZK beachtoernooi. Proberen weer zoveel mogelijk aanmeldingen, 3-3, maar ook hoog niveau, 2-2 wordt hier ook gespeeld. Nou en we hopen dat ook weer een succes gaat worden, net zoals dit kamp, want tot nu toe kan het niet meer stuk. Het staat toch al als een succes beschreven, toch? Ja, klopt, maar ja, er kunnen altijd meer aanmeldingen komen natuurlijk. En dan het hele grote waar Harry Kogelman mij al een jaartje geleden over informeerde, het grote NK. Weet je daar wat van? Ja, ik weet er wel een beetje van, niet heel veel. Wij hebben van de NIVOBO, van de bond, toestemming gekregen om naar het hoogste niveau hier plaats te vinden. De bond is langs geweest om het zand te controleren. En alles was naar behoren, terrein rondom ook, omdat er ook gebruik mag gemaakt worden van het zwembad. Dus we hebben gewoon een goedkeuring, dus dat is een heel mooi iets voor VZK.
VZK-wezen.nl. Daar kun je alle info vinden. Over de foto's denk ik die er nog gaan komen. Van filmpjes, noem het allemaal maar op. Over de jeugd die voor VZK groot in het vaandel staat. Ja, klopt, absoluut. Ja, en de reden dat we dit kamp, ja, we hebben gewoon te danken aan een hoop sponsoren. Daardoor is het ook mogelijk. Dus ik wil ze eigenlijk even via deze weg ook bedanken. Daar kijken ze. Ja, nou, dat is helemaal goed. Dat zijn Ron Pietersen van de Vliegende Indo voor de catering. Die heeft het goed voor elkaar. Henk Kits voor het zwembadterrein en het zwembad. Rakreclame en Oldebroek, die heeft ons gesponsord met de t-shirts. Samen met Interblad en met de stichting van VZK. Ook de tenten zijn door Interblad en stichting VZK gesponsord. Dus ja, al met al mogen we trots zijn met alle ondersteuning van iedereen die we gekregen hebben. Henk Gootjes met zijn mannen die straks komen helpen. Ja, en alle jeugd natuurlijk die het ook tot een groot succes maakt. Dikke duim dus. Ja, absoluut. Laten we zien.